Hallo jongens en meisjes van Tolgan als Gamer, welkom weer bij deze nieuwe hardcore aflevering. Vandaag gaan we weer verder met natuurlijk waar we gebleven mee waren. En dat was namelijk zo dat we wat gingen mijnen. Het was een korte aflevering, maar vandaag gaan we het wat langer maken dan gisteren. Of nou eigenlijk daarnet, want ik ging het net opnemen. Ja, hij slimme jongen. Nou, wat ik ga doen is, ik ga naar buiten toe omdat het natuurlijk dag is. Ik pak wel even mijn zwaard voor de zekerheid en ik ga bijna dood, dus ik ga even wat eten. En nadat ik heb gegeten, ga ik weer verder gewoon met mijn awesome huisje. Dus ik doe de deur dicht, achter mijn deur, ja, zo, oké. En dan gaan we naar ons huisje toe om verder te bouwen. Maar oh, wacht, ik ben natuurlijk vergeten, mijn houtjes had ik namelijk allemaal in mijn chest gedaan. Dus pak ik het even hier. Verder hebben we niets nodig. Ik taal even mijn redstone, mijn steentjes, ver allemaal in. Zo, oké, dan gaan we weer naar onze huis. En dan gaan we kijken wat wij eraan kunnen doen. Want op dit moment zijn we we zijn een beetje ver. Maar we zijn niet ver. Dus wat ik ga doen is, ik ga het opvullen. Ik ga ook nog als eerst even een dak maken. En daarna ga ik het opvullen met de birch. Als ik birch wood, zeg maar, hierin douw, dan krijg ik van die wood planks. En daarvan ga ik het, zeg maar, opvullen. Maar als eerst hebben we een dak nodig. Of zullen we dat nog niet maken? Ik weet het niet of we, of we moeten wachten of een dak moeten maken. Weet ik nog niet eigenlijk. Dat is een moeilijke keuze. Nou, weet je wat ik ga doen? Is ik ga gewoon het eerst opvullen en dan kunnen we later een dak maken. Maar ik weet niet zeker of we überhaupt een dak nodig hebben. Omdat ik natuurlijk ook verdiepingen erbij wil hebben. Dus ik ga even het veranderen in planks. Zo. Oké. En als we nog meer nodig hebben, dan maken we gewoon wat meer van. Dat is op zich geen probleem. Vandaag is het dus zondag dat ik dit opneem. Geen idee of wat ik ook alweer in de vorige aflevering had verteld. Want ja, ik ben vergeetachtig. Niet echt vergeetachtig, maar ik ben zo'n gast die niet zulke dingen goed kan onthouden, tenminste. Oh, waar is mijn bel? Oh, we zijn mijn bel vergeten. Maar wat het is, ik wil niet meer in mijn grot wonen. Dus ik wil gewoon niet meer in mijn grot wonen, ja? Ik wil gewoon naar buiten toe, oké? Laat me gewoon mijn rust. Zo. Oké, nou, in de toekomst. Ik wil het een beetje hebben over de toekomst van mijn YouTube-kanaal. Want mijn hoofdkanaal groeit echt heel snel. Heeft al bijna de 2000 abonnees. Echt, volgens mij heb ik hem al. Of nog 10 abonnees of zoiets. Dus dat is echt lekker om te zien. En mijn gamekanaal, die heeft op dit moment 1900. Bijna, 1900 nog wat. Maar dat gaat ook alweer naar de 2000 abonnees toe. En dat is natuurlijk echt awesome om te zien dat je kanaal groeit. Door gewoon echt awesome. Dat is gewoon awesome. Dus wil ik jullie sowieso bedanken voor alle support. De support van jullie natuurlijk. Maar ook de support van de YouTubers die me op dit moment allemaal hebben geholpen groeien. Want zonder hun is dat natuurlijk, zou het misschien niet lukken. Dat weten we niet. Maar het is gewoon awesome dat iedereen een beetje support heeft. Oh, maar een beetje support met... Wat? Oké, ik vind het gewoon natuurlijk... Wat ik wou zeggen is dat ik het gewoon awesome vind dat iedereen me support. Dus bedankt jongens. Ik ga weer eventjes naar mijn grot toe. Ik wil die toren, wil ik... Denk ik... Nee, ik laat het maar. Maar het staat niet. Echt, het staat gewoon echt totaal niet. Dus... Maar oké. Maak de deur open. Oké, ik pak mijn bijlen. Zo, dan kan ik tenminste ook nog wat mee doen. En dan ga ik weer naar mijn house toe, jongens. Maar ik weet niet, man. De toren vind ik maar heel lelijk. Dus wat ik kan doen is het later weghalen. Maar weet je, we gaan hier toch niet meer wonen. Dus laat het maar. Want we gaan natuurlijk verhuizen van grot naar house. Dat is wat we gaan doen. Verhuizen van grot naar house. Oké, nou dan is ons huis zo'n beetje af. Maar dit is natuurlijk zo'n hele basic lelijk huis ding. Dus dat gaan we later allemaal nog fixen, jongens. Komt helemaal goed. Ik plaats even wat toortjes alvast. Zo, één hier. Eén daar. Ja, één daar. Zo, en dan ga ik het dak maken. Tenminste opvullen. En dan ga ik later in de aflevering ook nog verdiepingen maken en al. Dus dat zou sowieso goed moeten komen. Zo. En dan hoeven we eindelijk niet meer in onze grot te wonen. Want dit is zo'n verhuizing video, jongens. Ik ga mijn chest gekken alvast hier plaatsen en al. Zo. Oh. Oké. Zo. Zo, jongens. Kijk mij aan de slag gaan dan. Ik ben arbeider. Oh. Dacht al. We hebben nog genoeg goud, jongens. Geen zorgen. Nee. Niet vliegen. Mag niet vliegen. Stout. Zo. Nee. God voor de poep. Oké, we hebben nu wel een bijl. Dus we kunnen het gewoon eraf hakken. In plaats van dat we zo lang moeten wachten voor niets. Oké, nou hebben we onze basic huisje even een deur maken. Oh, we hebben geen crafting table. Ik maak er wel gewoon nog een. Boeien. Ik heb geen zin om nu helemaal daar naartoe te gaan. Helemaal. Het is te ver centrale station, jij weet. Waar is onze crafting table? Wut. Heb ik hem niet gemaakt dan? Oké, ik heb hem nu gemaakt. Zo, en wat we zouden doen is, we zouden een deur maken even heel snel. Oh, wacht, we hebben al een deur.
We gaan dat gewoon allemaal verplaatsen. Halen we dat, denk je? Wordt het al snel donker? Nee. Oké. We gaan het even in een hele snelle tempo doen. Voordat het donker wordt. Maar we hebben nog steeds geen bed. Dus dat zuigt echt hard gewoon. Jongens. Help. Ik heb geen bed. Maar we hebben dus echt een bed nodig. Zo snel mogelijk hebben we dat gewoon nodig. Zodat we eindelijk de dingen kunnen doen. Zodat we niet hoeven te wachten in het donker. Dat vind ik echt zo kut. Oké, waar ik pak al mijn spullen. En dan... Wacht. En dan... ja, ik kan beter gewoon mijn chest kapot maken natuurlijk. Zo. Heb ik mijn chest ook? Ja. En dat wil ik ook heel graag meenemen. Zo heb ik mijn twee chests. En dat laat ik daar heel snel. En dan ga ik dit eventjes verhuizen. En dan kom ik zo terug om dat ook nog even te fixen. Oh, wacht. Ik moet mijn deur eigenlijk meenemen. Wacht. Heb ik iets dat niet nodig is? Heb ik iets dat niet nodig? Ja, spider-eye. Oh, wacht. Dat hebben we misschien wel ooit nodig. Raw chicken. Fuck jou. Kom hier, deur. Zo. Oké, dat gaan we nu eventjes fixen. En dan kijken we wel wat we nog gaan doen in deze aflevering. Alleen... is het wel zo dat ik eigenlijk deze week voor school echt... dat ik het echt niet normaal druk heb. Echt. Een van de drukste weken weer. En het is geen toetsweek nog. Nog geen toetsweek. En moet je je voorstellen als ik wel een toetsweek heb. Dan ga ik pas echt huilen gewoon. Oké. Zo gefixt. Oké, nice. Dus, David. Wacht, wat ik ga doen is ik ga eventjes mijn chest op dit moment plaatsen. Zo. Nou, dan duik alles erin, zo. En dan pak ik mijn andere spullen, want dat moet er ook natuurlijk allemaal in. Zo. Oké, dat hebben we eventjes gefixt. Oké, let go. Dum. Oké, zo'n nummer. Kennen jullie vast wel, jongens. Niet maar raar aankijken, omdat ik de enige ben die dat op dit moment zegt. Oké. Gewoon normaal doen, ja. Oké, ik pak even deze shizzle hier. Die moest ik ook natuurlijk meenemen. Verder ik niet zoveel. Oh, dit, neem ik dit ook mee? Ik neem gelijk de furnace mee, want de crafting table laat ik gewoon hier. Stel je voor. Oh, wacht, dat maken we wel nog. Kijk, weet je wat ik wil doen? Ik wil dit gewoon gebruiken als een mine. En dat als huis. En hier mine. En dit mag weg. Weet je, dat ga ik gewoon weghakken. Alleen moet ik even een pickaxe meenemen. Of dirt. En ik heb geen zin om dirt te halen. Dus ik ga een pickaxe even pakken, jongens. En dan ik hak die toren weg. Jij weet, is niet mooi. Dirt toren niet mooi. Dus wat ik dan ga doen is ik ga eventjes zo'n steentjes... Ja, ik ga wat stenen plaatsen zodat het een beetje lijkt op mijn tenminste. Niet dat het zo lijkt alsof er mensen inwonen in mijn grot. Maar gewoon... Oh wacht, ik pak niet mijn iron pickaxe. Gewoon stone. Dat is wel goed genoeg. Zo. Lego. Laten we dat fixen. Hoppa, Kees. Er was zo'n jongen op YouTube die Kees heet en die echt in de auto verrot zat te schelden. Oh wacht, het wordt alweer bijna donker. Ik ga dit toch even heel snel fixen, jongens. Komt goed. Kijk, ik weet hoe ik dit wil doen. Snel. Oké, kijk, gewoon dat we dit. Zo. Ja, dit lijkt me zo een beste, tenminste een goed manier om dit te fixen. In plaats van dat we dat met de hand of wat dan ook gaan doen. Zo. Oh mijn god, het wordt heel snel donker. Het wordt heel snel donker. Snel. Ik wil niet doodgaan. Kom op. Alsjeblieft, ik wil nog niet doodgaan. Ja, ik wil nog niet doodgaan. Snel. Ik wil niet doodgaan. Het wordt donker. Ah, daar komen wel die bushbeesten en dan gaan ze hem proberen te vermoorden. Wacht maar met jullie, oké? Oké, we hebben het gehaald. We hebben natuurlijk naar mijn huis toe, want het is donker. Voordat die beesten komen, want het is hardcore. En hardcore is niet goed. Oh, ik dacht al, ik zat vast of zo. Oh shit, ik dacht dat ik vast zat en dan ben ik best wel de lul. Oh mijn god, is daar een beest? Snel naar mijn huis. Oké, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog natuurlijk, zoals altijd. En dan gaan we in de volgende aflevering gewoon verder met het bouwen van mijn huisje. Gewoon nog verdiepingen bij en zo. Komt het helemaal goed. We hebben echt genoeg te doen. Dus dan zie ik jullie weer ooit.